Ja, lieve mensen thuis, welkom aan boord allemaal. Welkom aan boord van vlucht KKKV 2021. Oftewel het Keienbijters kletsverhaal 2021. Fijn dat jullie allemaal een voucher gebruikt hebben om deze vlucht mee te maken. Je kunt er voor de rest toch helemaal niks mee. En het belooft een leuke vlucht te worden, deze vlucht. Want ik ben nog jarig ook, hiep hiep. Ja, ze zijn leven hoog, zijn leven. Snap je? Ze leven hoog. Enfin, laat maar. Mijn neef die werkt nog steeds bij de NS. Dat is de conducteur daar. Godzijdankie, dat is erin, hè. Ik vroeg hem last, wat kost een retourtje? Hij zegt, waarin? Ik zeg, terug naar hier. Snap je niet? Nee. Maar hij is wel hier. Dan komt hij. Rob Lepers. Ja, bedankt, Terus. Bedankt, Terus. Bedankt. Hier is hij dan. Ja, dankjewel. Bedankt. Ja, hier is hij dan. Chef Spoormakers, treinconducteur. Ja, dat ik treinconducteur ben geworden, dat is zo gek nog niet. Nee, dat staat bij ons in de familie. Ons moeder is namelijk nog heel wijd weg familie van Evita Peron. Ja, ik zeg heel wijd weg familie, want Evita woont in Argentinië en ons moeder die woont hier. Ja, ik wou trainen. Het zat er vroeger al in, trainen als klein kindje. Ik was 3 jaar, trok ik al de gordijnen van het plafond. Ja, ik wou geen met de rails speulen. Ja. En ik heb ook 3 jaar eerste klas gezeten op de basisschool. 3 jaar eerste klas. Ja, de tweede klas was gewoon te min voor me. Ja, echt waar. Daarna ben ik voor treinconducteur gaan leren. Oh, dat was een zware opleiding. Oh, ja, echt waar. Wij moesten het heel spoorwegbuksje van buiten leren. En dat deed ik krek een jaar over. En als je het dan eindelijk komt, kwam er weer een ijspoorwegbuksje uit. Ja. Ons moeder zei, jongen, als jij dit jaar slaagt, sisse, hè, dan krijg jij van mij een fluit en een tang. Ik zeg, moeder, dat is hartstikke schoon aangeboden, maar ik ben er toch nog een paar jaar vrijgezel te blijven. Ja. Oh, mijn eerste reis die vergeet ik ook nooit meer. Mocht ik met 20 bejaarden mee met de slaaptrein naar Lourdes. Ja, die 20 bejaarden hadden die reis gewonnen bij de Zonnebloem. En ze hadden nog allemaal zo'n loopwagentje bij gekregen. Marietje van 80 had trouwens een ander loopwagentje als de rest. Ik zeg, och Marietje, hadden die ook gekregen van de Zonnebloem? Nee, ze is ze zelf gekocht. Bij de Aldi voor €1. Ja, och, ik dacht dat het een rustige reis zou worden, maar dat was niet, hè. Het was dan wel een slaaptrein, maar die oude gingen pas om 4 uur 's nachts te bed. Ja, dat kwam omdat er drank bij de reis was inbegrepen. Ah. Ja. Ze deed een heel Polonaise door met een trein in, hè. En ze beschadigde alles met die wagentjes van ze. En elke keer als ik dan floot, omdat ze dat niet mochten, draaide hulle om, gingen ze een andere kant op lopen. Ja, zondags om 11 uur kwamen we aan, op het Gare du Nord in Parijs. Gare, dat is Frans voor station. Een groot station! Wij stopten onze slaaptrein op perron 2 en we moesten de trein naar Lourdes hebben op perron 16. Nou moeten jullie maar eens proberen. Om binnen 3 minuten, met 20 bejaarden en 20 van die wagentjes, over een halve garen heen te lopen. Ik denk, dat halen wij nooit niet. Dus ik zeg, wie de retourste is, die kreeg €5. Nou, gehad ze moeten zien. Er waren erbij, die sloegen de roltrappen over. Liepen zelfs over de rails heen. Ja, Marietje haar gewonnen. Maar ja, daar waren nog eens de enigste die een handrem op de wagentje aan zitten. Ja, je kunt niet alles hebben voor €1. Maar we hebben Lourdes gehaald, mensen. Ik zeg nog tegen Marietje. Marietje, hoe voelde wij je nou? Och, zus, ik voel mijn eigen net Maria. Ik zeg, Maria? Ja, zus, die is hier ook nog nooit geweest. Maar goed, mensen, ik moet nou gaan, anders mis ik daar mijn volgende trein. Dus ik zeg, houdoe, blie gezond en terug naar Truus. Yo.